j'écoute. Ah bonjour, là, vous partez, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bon, bah, je vais ralentir, je vous laisse passer, je vais virer aussi. Ok, d'accord. Ochtends. En we gaan vertrekken. We liggen net beneden Parijs. We gaan zo de stad door. Is wat minder romantisch. Ja, gewoon dat werkt met z'n allen. Tip als je jezelf vaart, zet je kaart zo dat je al de namen van die bruggen kan lezen. Die zich inmeldt, die noemt de naam van de brug erbij. Zeg waar die zit. De vorige brug was de Pont Mirabeau. Gewoon bij de Pont Canel. Varen hier trouwens onder de
over. Met opzet. Zijn we die het bakbord Grand Palais. En die
die hele vaart door Parijs met een vrij sterke grote kop genomen. Ik zie wel een heleboel schip, maar je ziet tenminste ook wat van de omgeving. Dat lijkt me te waardig. Bij normaal water kun je ook
Hugo's kant van het Île de la Cité door de Prat de la Monnaie. Erg mooi stukje. Maar daar stroomt het altijd wat harder, omdat het wat smaller is. En dat is nu geen doen. En daar mag je op dit moment ook terug niet van houden. Stuurbord overspanningen van bijna alle bruggen. Komt ook beter uit voor de Prat de la Monnaie die we normaal nemen. Maar nu met deze hoogte neem ik liever de middelste overspanning, die we tenminste al eruit.
steeds hard stroomt. Het draait best wel hard, maar we komen nauwelijks vooruit. Leuk is, we hebben een foto bij ons in de woning hangen van Willy Ronies. Deze hier. En die is genomen vanaf de brug waar we net onderdoor waren. Dan zie je precies het stuk waar ze door het eiland langs gaat. En dan zie je ook dat ze in die tijd heel duidelijk helemaal aan de rif toward zitten. Dat is trouwens een hele interessante foto. La Péniche aux Enfants. Wat je ziet een sleepvaren, dus een aantal spitsen die gesleept worden de rivier op. En die wordt weer opgelopen door een motorspits. Hier kan je mooi zien dat die kaders daar een bakbord bij het Isenouis helemaal ondergelopen zijn. In de zomer, als het normaal water is, dan zijn toeristen, dan zitten er heel veel mensen. Hier aan stuurboord heb je de Notre Dame, maar die hebben we deze keer er niet op staan. Deel daarvan.